Ondanks de uitdagingen in de zorg is het belangrijk om te blijven investeren in de sector. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opleiden van nieuwe gezondheidsmedewerkers. Vanmorgen kregen 89 studenten van de basis- en postbasisopleiding aan het EFS College COFAP hun diploma. COFAP-onderdirecteur Jenny Jones-Christopher spreekt van een mijlpaal, gelet op de uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Er is gewerkt aan het aanpassen van het curriculum, zodat gezondheidsmedewerkers beter gemotiveerd en gevormd worden, zoals vanuit het veld wordt gevraagd. Maar met die aanpak hebben we geprobeerd om de specialistische verpleegkundige zodanig te laten afstuderen dat hetgeen hij of zij heeft geleerd inderdaad ook direct toepasbaar is op de werkplek. Het is op dit moment bij de postbasisopleiding geïntroduceerd eerder dit jaar. En met trots mogen we zeggen dat deze verandering heeft geresulteerd in meer geslaagden bij de postbasisopleiding. Vanuit COFAP wordt er nu ook invulling gegeven aan het bieden van opleidingen voor aanverwante beroepen. Het Elsje Vink Sanigaar College blijft werken aan het voorzien in de behoeften vanuit het veld. We hebben eindelijk de ruimte gehad om daar invulling aan te geven. Wat dus ook betekent dat het kan zijn dat u als verpleegkundige gaat zeggen van oké, ik vind dit fijn, maar ik doe iets erbij in het kader van een aanverwant beroep. Zo heeft COFAP dit jaar de opleiding tot keurmeesters voor het BOG gedraaid. Een verwant beroep heeft enigszins te maken met de gezondheidszorg. En er zijn meer pijlen op onze boog om in 2024 aan de slag mee te gaan. De onderdirecteur voegde eraan toe dat er per oktober docenten voor de gezondheidszorg zullen worden opgeleid ter opheffing van het huidige tekort.